star. Vandaag hebben we een vedette bij ons. Een vedette. Hij staat hier al. Zeg eens hallo. Zeg tata. Tata. En wij gaan eens een parcours maken buiten. Wij gaan buiten een parcours tekenen. Dus een beetje kijken wat zijn vaardigheden zijn. Hij komt eraan. Ja, maar... Doe maar, gaan we buiten. Zo. Oei. Zo. Hij is al buiten. Ik nog. Hij heeft zijn zonnebril op. Dat is een grappig. Ik was heel ziens, dat is grappig. Met zijn zonnebrilletje staat hij hier. In een mooie natuur. Zo. We gaan eens kijken voor een workshop. Het was een shopping. Als ik de kans krijg, zal ik dat ook filmen. Met onze kleine baas. Ja, dat zijn allemaal vogeltjes. Ja. Dus, allemaal vogeltjes. Ik heb hier in de natuur. En er zitten overal vogeltjes hierin. En hij is aan het wijzen naar alle vogeltjes die er maar kan bestaan. Ja, dat zijn vogeltjes, hè. En dat is een tractor. Zo zit hij hier. En hij heeft zo eetbare aarde ertussen. En dat gaan we... Is hij nu aan het opeten. We hebben er zo dingen bij gedaan. Deze hebben we erin gedaan. En dit is wat hij nu aan het eten is. Speciaal, hè. Knoeien staat op je eerste agenda. Doe maar. Eet maar op. Aan. Dit is gewoon uit. Prachtig, zeg. Prachtig. Terwijl we groeien in zo'n steegje. Het was wel heel leuk eigenlijk om dat te doen, die workshop. Was er daarbij ingestoken, ik zou het niet weten. Maar zo eetbaar zand maken is echt wel creatief en zo leuk voor de kinderen. Ik zag dat dat wel aansloeg. Hij is 2 keer geweest, omdat ik dat zo leuk vond. Ik ben ook een TikTokje gemaakt van het eetbare zand. We hebben natuurlijk een TikTok niet vermeld dat het eetbaar zand is. Dus daarom. Want we willen eigenlijk wel eens zien wat de mensen zouden reageren. Dus die meneer zei ook wel dat echt allemaal echt veel vriendelijke mensen. En leuk ook wel om dat te doen met de kinderen. Er was natuurlijk nog met de skippiebal, maar ja, dat is iets wat hij nog niet 100% op de knie heeft, dus dat hebben we niet gedaan. Maar er was wel veel te doen eigenlijk daar. Dus hij heeft ook de paasas gezien. We houden het zien, want meneer was er toch niet zo happy op de paashaas. Ik ga eens even op de glijbaan, jongen. Maar, ah, kijk, daar staat dus een schommeltje wat we al lang zoeken. Dat gaan we eerst eens doen. Oké, we zijn misschien niet van de buurt, maar we kunnen ook. Nou, eens kijken. Ik ga er eens inzetten. Zien wat hij reageert op zo'n schommeltje. Ze dus hebben eigenlijk al een hele tijd aan het zoeken. Nu staat er hier eentje, dus we gaan er wel aan het leren. Wel cool uit. Zo. Maar ja, hier wordt even door elkaar geschud. Maar goed, dit gaan we eventjes buggetje hier zetten. Want anders zitten we tegen de buggy schommelen. Kijk, dat is zo'n schommel die ik al heel de tijd zoek en die ken ik gevonden heb. Dus we gaan hem er even inzetten. Eerste keer is een schommeltje. Dus, we gaan eens zien. Nee, hij vindt het te spannend. Hij vindt het te spannend. Hij vindt het... Nee, dat is niet voor jou.
schuif af, niet akkoord. Een schommel niet akkoord, maar iets wat dat draait, dan moet hem dan hebben. Wacht, hè. Peter gaat dat wel doen met u. Nog eens een keer, Peter gaat even af. Peter wordt daar niet goed van. Peter wordt daar echt niet goed van. Dus Peter gaat u draaien. Zo. Peter gaat hem draaien, maar ik zelf is niet van me geschikt. Zo. Dit. Zo. Zo. Nog één keer. Nog één keer. Zo, nog één keer. Tada. Zo. Dus kom. Dag. Tada. Peter zijn. Zeer belangrijk om dit te kunnen. Niet iedereen kan dat. Zo, we zijn boven. Zo. We zijn boven. We zijn helemaal boven. Zo. Lopseke. Ja. Voilà. En dit is ons uitzicht. Zo. En we gaan nu zo, niet te gevaarlijk doen natuurlijk ook niet. We gaan op deze glijbaan. Zo, kom. Genoeg is gedaan, deze glijbaan. Toen stond hij op de grote markt. Zo. Wacht, hè. Peter zijn kop. Dan gaan we de glijbaan doen. Oei, hoehoe. Zo. Jij mag naar de puggy gaan. Ga maar naar de puggy. Ga maar naar de puggy. Daar is de puggy. Peter gaat dit eens proberen. Dit gaat Peter eens proberen. Deze. Ik weet niet of ik dat kan. En zo, laat dat maar liggen, kom. Kijk eens. Zo, schuppen. We hebben hier dus golen gemaakt. En hier hebben we een stipje gezet, denk een voetbal. En dan hier hebben we nog een gool gemaakt. Nog een gool. En zullen we een beetje proberen een parcours te maken. Pak die maar krijtjes, steek er maar. Ik zie wat dat gaat doen. Ik weet niet wat dat kent. Maar gewoon eens een beetje prikkelen met alles wat er is. Nee maar. En wat moeten we er nu mee doen? Teken maar. Zo. Doe maar. Ik begrijp toch wat ik bedoel. Ja, goed zo. Thank you.
Leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen maken we weer een gewoon nieuwe video. Hoop ik. Ja, de afwas moet nog gebeuren, mensen. De afwas doe ik zo. Ja, het was echt wel heel tof vandaag. Het was echt heel tof.